zeg maar. Hoe voelen jullie na deze laatste uitzending? Ik voel me eigenlijk best wel blij en opgelucht dat het zo'n mooi einde is geweest. Dat we nog een mooie laatste, ja, hoe zal je het zeggen, een mooi laatste gevoel hebben kunnen geven. Met al het lachen, alle gasten, alle leuke dingen. Het is gelukt, de laatste. Ja, bijzondere uitzending. Je gaat er van tevoren toch een beetje onwennig in. We begonnen en toen had ik zoiets van, oh, dit is het dan echt, de laatste aflevering. En uiteindelijk werd het dan toch weer, ja, dan wordt het toch weer chaotisch en ging alles mis. Dat vonden wij toch eigenlijk ook wel weer leuk. Ja. Dat het weer gewoon Live for You werd. Ja, dat moest wel. En ja, een bijzondere dag en hij is in mijn geheugen gegrift. Mijn leukste herinnering aan Live for You is wanneer Carlo en Irene allebei de slappe lach kregen. En dat je dan gewoon zo goed in de gaten had, oké, dit was niet bedacht, dit is niet voorbereid, het is onverwachts, het is live. Maar dat het gewoon iedere week live was. En dat is heel spannend om live televisie te maken. Zij deden dat iedere week en ja, dat is ontzettend knap. Ik ben op dieet, dus ik heb hem zonder drank en... Ja, nou, ik ben niet op dieet, ik had veel drank. Oh. Nee, maar we hadden heel veel interviews, heel veel radio, heel veel tv en we zijn er de hele week mee bezig geweest. En op een gegeven moment heb je ook zoiets van, nou, nu moet dat moment ook maar komen. Ja. Je moet stoppen met erover te praten, het is daar, nu is het geweest en het is mooi geweest. Mijn leukste en mijn mooiste herinnering van Live for You is dat ik een keer een single uitbracht, Als je slaapt. Dat werkte waar niks deed op de radio en het werd nooit op een tv gedraaid of wat dan ook. En toen belde mijn manager mij op en die zei tegen mij, ik heb goed en ik heb slecht nieuws. En het goede nieuws is, je mag je plaatje promoten bij Live for You. En het werd eigenlijk zo'n fantastische dag dat het inderdaad zo goed opgevangen werd daarna. En Wendy huilen in tranen en een hele emotionele middag, uitzending. Dus dat is iets wat mij het allermeest is bijgebleven. En het leukste was dat ik elke zondag voor het Songfestival terug moest komen. Toen ik meedeed, 2005. Elke zondag was ik hier en weer met een nieuwe jurk en ideeën. Carlo is natuurlijk helemaal weg van het Songfestival. Dus daar waren we toen heel erg mee bezig. Ja. Wat ga je doen op zondag? Nou, er is zoveel leuks te doen op zondag. Als het mooi weer is, wil ik naar buiten. Wat zit je te doen? Ja, ik zat een dingetje. Als het mooi weer is, ga ik naar buiten. Ga ik wandelen, ga ik naar het strand, ga ik fietsen. Ga ik wat iedereen doet. Als het slecht weer is, blijf ik lekker binnen. Of ik ga naar Carlo, ga ik sjoelen bij Carlo of koffiedrinken. Of leuke dingen doen met vrienden. Gewoon de zondag beleven en kijken wat er op tv is misschien. Wel nieuwsgierig naar. You never know. Hoe het de laatste uitzending was. Ja, ik heb veel tranen gelaten van tevoren, zeg maar. Ik schreef me veel meer aan dan ik had gedacht. Ik heb me toch wel, ik hecht me altijd heel erg aan mensen. En dit is echt een team, heb ik gemerkt, om Irene en Carlo heen. En Irene en Carlo zelf ook. Het zijn zulke fijne prachtmensen die helemaal mij hebben laten groeien in mijn rol. Mij de ruimte hebben gegeven, het vertrouwen hebben gegeven. En dat doet me nu heel erg veel, weet je. Dat ze dat hebben gedaan en dat ik dat heb mogen doen en dat nu afloopt. Ja. Hoe gaat de toekomst eruit zien? Voor mij, ik heb een paar leuke plannen. Daar spreek ik met RTL over, dus dat is leuk. Ik heb nog steeds dezelfde vriend. Ik heb nog steeds vier poezen. Dus de toekomst ziet er heel erg rooskleurig uit. En jij? Mijn toekomst is, de nabije toekomst is lekker rustig. Dat wordt mij gegund door mijn baas. En dat is heerlijk, want ik heb het best druk gehad de afgelopen jaren. Jij ook, maar jij houdt ervan. Ik vind een beetje adempauze wel lekker. En dan gaan we langzaam weer eens wat opstarten, maar daar ga ik nu niet op in, want het is nog helemaal niet duidelijk. En ik vind het ook niet erg. Heerlijk, tegen die tijd zien we wel. Ik ga Carlo en Irene heel erg missen op de zondag, maar privé natuurlijk niet, dat scheelt. En volgens mij op tv hoef ik ze ook niet heel erg lang te missen. Dat hoop ik in ieder geval niet. Wat ik jullie nog even wil meegeven is jullie hebben altijd falikant achter mij gestaan. En, ik wil jullie bedanken voor jullie steun en elke keer weer, het maakte niet uit waar ik mee kwam, ik mocht hier naartoe komen om het te promoten. En ik kan me nog herinneren dat Carlo een keer zo boos werd en dat het zo overkwam bij het publiek dat we massaal mijn album werd verkocht. Maar bedankt voor al jullie steun en al jullie liefde. En dit was altijd een warm bad voor mij om thuis te komen. Dus wat gaat het nou weer worden? Ik weet het niet. Hopelijk komen jullie weer snel met iets nieuws. Dikke kus.
Oh, ik heb zoveel leuke herinneringen. De gadgets vond ik heel erg leuk. De tijd dat Gerard Joling elke dag kwam, of elke zondag kwam. 900, 438.634 keer. En nee, al die keren dat ik met Irene vreselijk gelachen heb, terwijl het niet mocht. Er waren ook momenten dat we niet mochten lachen, want we moesten iets heel serieus doen. Ja, serieus. En dan ging het altijd mis. Dat vond ik eigenlijk de leukste momenten. Ja, nee, maar Gerard, het feit dat hij zo vaak is geweest, is wel heel erg fijn geweest. Hè? Het was voor hem goed, het was voor het programma goed. Dat zijn nog gewoon heel mooie herinneringen. De geboorte van Amalia, het was ook op een zondag toevallig. Ze had elk moment geboren kunnen worden, maar het was op een zondag. Ja, er zijn zoveel dingen. Alle bekende mensen die geweest zijn, alle buitenlandse gasten, grote gasten. Maar juist ook de minder bekende gasten. Ja, het is bijna niet te kiezen. Wij vinden het eigenlijk altijd leuk om naast elkaar te zitten. En wat er ook gebeurt, wij kunnen zo van elkaar op aan, zodat elke uitzending wel gaat lukken. En als er weer iets nieuws is, of komt van ons beiden, wat geheid gaat komen, zijn jullie de eerste die het weten. Lieve lezers en kijkers, dit is hem dan, de foto die je kan winnen van Carlo en Irene met handtekening. En hier komt de vraag van Irene. Hoeveel jaar hebben Carlo en Irene op zondagmiddag achter een tafel gezeten? Nou, hoeveel jaar? Hoeveel jaar? Niet zo moeilijk. Doe het. Samen achter een tafel, hè? Niet daarvoor zaten we ook achter een tafel, maar niet samen, niet op zondag.